Welkom terug op mijn Survival Island. We staan hier weer naast het giftige water. En wij hebben een prachtig huisje gecreëerd in de vorige aflevering. Hoe is het met mijn villager vandaag? Simon, hoe is het met je? Ha. Volgens mij gaat het niet zo goed met Simon. Zo te zien is er een boom gegroeid en is daar nog een boom gegroeid. Mijn kool- en ijzergenerators doen het goed. We zijn heel wat geld aan het verdienen. Het is een mooie dag vandaag. Het doel van deze serie is dat ik zoveel mogelijk missies behaal. Zodat mijn borden groter worden en dat ik naar nieuwe plekken toe kan. We hebben daar bijvoorbeeld nog een UFO waar ik naartoe kan. Ik wil denk ik deze aflevering naar dit schip toe en naar dat eiland daar. Maar daarvoor moeten we eerst wat nieuwe missies halen. Dus laten we even kijken wat voor missies nog belangrijk zijn. Een zalm in een emmer stoppen, maar het water is giftig. Dus dat is best moeilijk, al zeg ik het zelf. IJzeren, armor en tools moet ik hebben. Oké, dat kan ik, dat kan ik. We hebben wat ijzer, dus hoef ik alleen meer armor te maken. En mine of find diamonds. Nou, gelukkig jongens weet ik dat daar een diamond is. Dus als ik die diamond heb gepakt, dan heb ik een missie behaald. Dus heb ik daar genoeg blokken voor? Ik weet het namelijk niet. Ik heb hier nogal wat ijzer, dus we kunnen vast beginnen in ieder geval met armor maken. We maken schoenen. We maken een mooi broekje. Oh, en nu is het alweer bijna op. Sowieso ga ik even mijn spulletjes dumpen, want ik heb veel te veel spullen bij me. Hey, ik heb nog 17 ijzer dat ik trouwens kan smelten. Dan hebben we sowieso genoeg voor ijzeren armor. En ik wil deze aflevering ook beginnen aan mijn kelder, jongens. Ik heb helemaal nog gewoon geen kelder hier. Ik wil even wat meer ruimte in mijn huisje hebben. Als het tijd is, en anders komt dat volgende aflevering. Ik wil sowieso die eilanden bezoeken, dat heeft prioriteit. 9 emeralds, kan ik wat met Simon of zo ruilen? Simon, wat heb jij voor mij? Is er iets nuttigs wat wij kunnen ruilen samen? Ja, niet echt. Ik kan hier visjes ruilen. Oh, die heb ik al gekookt. Een potion of water breathing. Oh, zodra ik 15 emeralds heb, kan ik die wel gaan doen. Ik heb hier beneden, jongens, dat weten jullie misschien wel. In mijn allereerste episode heb ik hier een... Oh, dat is een emerald generator geplaatst. Dus dat is wel goed. Oké. Misschien als ik die water breathing potion indrink, dat ik dan ook tegen het giftige water kan. Zo, ja. Dan kunnen we gewoon naar beneden gaan. Dan kunnen we naar de zeebodem. Hebben we ook een missie behaald. Maar daarvoor moeten we nog 5 emeralds hebben. Dus ik denk dat we daarvoor nog even door moeten sparen. Oh, we hebben er in totaal 16 zo te zien. Oh, hier is er ook nog één verstopt. We hebben er in totaal 12 zo te zien. En hier ook nog 2. Waarom sorteer ik niet gewoon even mijn kist? We hebben er nog maar 1 nodig. Oké, dan kunnen wij een chestplate maken. En hoeven we alleen nog maar een helmpje te hebben. En dan hebben we full iron armor. Dan moet ik denk ik alleen nog een hoe en een zwaard hebben van ijzer. En dan heb ik zeg maar die missie behaald. Dus laten we vast het... Hebben we niet al een zwaardje? Toevallig. Nee, die hebben we niet. Nou, die kunnen we wel vast maken, het zwaardje. Kunnen we ook de hoe maken? Het moet wel, jongens. Je moet alle tools heb ik nodig van ijzer. Dan haal ik de missie pas. Hallo, meneer de inktvis. Ben je lekker aan het zwemmen? Oh, zo lekker aan het zwemmen. Oh, waar ga je heen? Nog 2 ijzer. Kom op. Ik wil die missie halen. Dan kunnen we namelijk even kijken of we naar die boot toe kunnen. Ik ben wel echt benieuwd naar die soort vikingachtige boot daar. Enige is, jongens, dat weten jullie inmiddels wel door de vorige 2 afleveringen. We kunnen geen bootje craften. Oftewel, ik moet er een bouwen. Ik kan er niet heen zwemmen. Ja, tenzij ik dus die potion heb. Oh, wacht eens even. We hebben hier een helm. Donk. Dan hebben wij de missie Iron Armor hebben wij gehaald. Gaan we de helm gelijk opdoen. Kijk, dan is de boot zo te zien voor de helft beschikbaar en... Het eiland is ook iets meer beschikbaar. Daar kunnen we ook bijna heen. Daar beneden. Hier is hier ergens in de buurt beneden is ook iets, jongens. Ja, dit is ook al helemaal beschikbaar nu. Alleen ja, ik heb geen... Ja, wat moet ik daar doen? Dat is allemaal onder water. Was het niet hier toevallig? Ja, kijk, daar. Daar is ook nog iets onder water. Maar daarvoor moeten we even zo'n potion hebben. Zullen we eens kijken of we genoeg emeralds hebben? Als hier nog eentje beneden ligt, daar is hij. De laatste. De laatste emerald, jongens. Het is een wonder. Het is een wonder. De laatste emerald, die kunnen we hier gelijk doen. Dan gaan we dit even dumpen zo. Dit betekent dat we niet met deze emerald kunnen we ruilen met deze villager hier. Dan kunnen wij krijgen een water breathing potion. Oké, dat is goed. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga hem drinken. Oké. Hé, dat is tegengif. Dat is ook een missie. Kan ik nu? Oh mijn god, jongens. Ik kan in het water zwemmen. Oh, wat heerlijk. Hoe lang heb ik? Ik heb 3 minuten. Laten we eerst helemaal naar de bodem gaan. Want ik weet dat naar de zeebodem is ook een missie. En als we die behaald hebben... Kunnen we weer wat verder. Oh mijn god, wat is het diep. Oh, wat is het diep. Dit is bijna gewoon zonde van me. Oh, er is een trident daar. Die moet ik even oppassen dat hij me niet gaat vermoorden met die trident. Dat is namelijk niet heel tof. Kom op, zeebodem. 3, 2, 1. Hoppakee, de bodem ook behaald. Snel weer naar boven, want het is... Hey, glow insect, jou wil ik hebben. Jou wil ik even hebben. Er zijn hier heel wat drowners. Oh, een trident. Oh, een trident. Oh nee, oh jee. Oké, weg mee. Oeh, trident. Oké, jou ga ik wel vermoorden in de tussentijd. Jou? Jou ga ik even vermoorden. Want volgens mij is het ook een missie dat ik monsters moet vermoorden, jongens. Dat ik deze mannetjes hier moet vermoorden. Gewoon 5 of zo. Laten we dat heel even doen. Als ik er volgens mij 5 gedaan heb, dan heb ik een missie behaald. En ik heb er al eentje ooit vermoord. Dus ik gok dat dit nog wel eens de laatste kan zijn. Kom op. Kom op. 1. En... Boom. Oh. En... Boom. Nee, huh? Zijn het 10 dan of zo? Moet ik 10 drowned vermoorden? Misschien heb ik het mis. Ik kan wel even later kijken.
vermoord er gewoon nog even een paar in de hoop dat ik een missie haal. En dan moeten we snel, want we hebben nog maar 1,5 minuut. Dan wil ik snel even andere dingen gaan bestuderen. Andere eilanden. Oké, die drones vermoorden is dus blijkbaar echt geen missie. Dus ik heb het nu echt al heel wat vermoord en het doet helemaal niks. Dit zijn de laatste twee en dan ga ik weg. Wat zwemmen er veel van die beesten hier, hé. Oké, weg hier. Hoe lang heb ik nog? Nog 1 minuut. Ik wil daarheen. Dat moet ik hebben. Dat moet ik hebben daar. Ik wil weten wat dit is. Ik wil weten wat dit is. Hoe lang heb ik nog? Oh, 50 seconden. 50 seconden. Oeh, spannend. Spannend. Wat staat er een bordje? Summon bos. Oh, hier kan ik Poseidon summonen. Ja, maar hoe? Oh, nee. Dag. Ja, dag. Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Weg hier. Weg hier. We gaan niet nu al een baas spannen. Ik ga nu niet al tegen een baas vechten. Ik wil even kijken wat dit is. Hoe lang heb ik nog? 30 seconden. 30 seconden, jongens. Snel. Snel. Wat is dit? Wat is dit? Een kist. Een kist. Een kist. Naar beneden. Naar beneden. Naar beneden. Wat zit er in de kist? Oh, emerald generator. Ja, een emerald generator. Nog een emerald generator. Dat is goed. Weg hier. Hoe lang heb ik? 15 seconden. 15 seconden. Oh mijn god. Ga ik dat redden? Ga ik dat redden? Is hier nog een kist? Is hier ook nog een kist? Hier kan ik wel droog staan, zo te zien. Oké, dat is goed. Laten we dit heel even hakken. Hier kan ik zo te zien een beetje droog staan. Oké, jongens. Mijn potion effect is voorbij. We kunnen nu niet meer tegen het water. Als ik nu weer het water aanraak, is het giftig en dan ga ik dood. Ik moet zeggen, dit was wel een goed avontuur. We hebben, zo te zien, dat eiland daar bijna helemaal vrijgespeeld. En ik gok dat we de boot inmiddels sowieso hebben vrijgespeeld. Enig is, ik wil een recept. Want ik weet dat er in deze wereld waarschijnlijk een recept of zo is voor een, daadwerkelijk een bootje. Kreften. Even kijken hoor. Is hier nog iets nuttigs? Nee, hier is verder niks nuttigs. Ik dacht dat hier misschien nog een kist zou zijn. Daar misschien. Nou, weet je, we komen hier ook wel later terug. We komen hier later terug, jongens. Het enige wat ik nu wel een beetje mee zit, is het feit, hoe kom ik thuis? Hoe kom ik thuis? Zou ik het redden als ik gewoon snel ga zwemmen? Ik heb een nieuwe emerald generator. Die wil ik heel goed gebruiken. Want dan kan ik 2 keer zo snel emeralds verdienen. En dan kunnen we nog een keer zo'n potion, zo'n bottle kopen. Oh, het is ook nacht. Oké, we gaan zwemmen. Go! Oh, mijn god. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Misschien is het stom. Misschien is het niet slim. Misschien is het niet slim. Oh mijn god, niet slim. Niet slim van mij. Niet slim van mij. Niet slim van mij. Oh nee, waarom deed ik dit? Ik had gewoon moeten bouwen. Nu gaan we weer dood. Dan liggen we spullen weer overal. Ik denk ook niet na. Waarom doe ik dit? Dan denk ik dat ik het wel red. Natuurlijk red ik dat niet. Hebben we nog een vishengel of zo? Kunnen we maken hier? Vishengel, dan gaan we mijn spulletjes even opvissen. En blok heb ik nodig. Snel. Vanop mijn spullen die spannen. Oké. Spulletjes. Welke kant was het op? Volgens mij hier, hè? Volgens mij ligt hier. Oh kijk, daar liggen ze allemaal. Oh mijn god. Oh mijn god, oké. Snel helemaal het land op hier. Het belangrijkste ding is, die generator daar, die moet ik hebben. Jou moet ik hebben, ja. Mijn pickaxe wil ik graag terug, mijn armor wil ik graag terug, die hengel wil ik terug. Ik wil alles terug hebben, jongens. Oké, volgens mij hebben we wel heel wat belangrijke dingen al, maar nog niet alles. Ik heb letterlijk nog niet alles. Ja, kom hier zo. Ik wil mijn zwaard wil ik hebben. En ik zie mijn chestplate daar in de verte liggen. Die moet ik ook wel graag hebben. En mijn schoenen ook. Voor de rest heb ik wel, moet ik zeggen, het meest belangrijke hebben we wel weer. Gelukkig heb ik nog wat blokken, dus ik kan nog even wat dichterbij. Wat is dat? Oh, die arrows, die moet ik hebben. Ik weet niet waarom, maar die wil ik heel graag hebben. Het zou zonde zijn als we die nekken kwijt zijn. Dus pijlen, kom maar. Zo. Mijn schoenen, die liggen daar. Helemaal nat, helemaal doorweekt. En mijn chestplate, kom ik daarbij? Natuurlijk kom ik daar net niet bij. Kom maar hier, chestplate. Je mag naar huis. Nou, ik denk dat we alles wel hebben, hè. Dat rotte vlees kunnen we daar gewoon laten liggen. Dat hebben we helemaal niet nodig. Ik denk dat we alles wel hebben. Dan weten we dat dat daar beneden, daar kunnen we een Poseidon, een baas kunnen we spannen. En ik denk dat dat een soort bossfight wordt waar ik tegen moet vechten. Dus dat gaan we zeker nog niet doen. En ik weet dat daar heb ik die 2 ballen hier onderzocht, maar nog niet 2 daarachter. Dus dat wordt ook nog wat. Maar we hebben wel even wat missies behaald, jongens. Dat betekent dat we weer meer kunnen gaan onderzoeken. Dat betekent dat we nu naar dat eiland toe kunnen en dat we daar voor de helft kunnen kijken. Maar ik weet zeker dat nu dit hier... Ja, de boot is helemaal beschikbaar en er zitten behoorlijk wat barrels, zo te zien. Dus dat zou waarschijnlijk ook wat loot zijn. Oké, laten we deze emerald generator die ik heb, laten we die even hier beneden plaatsen. Die gaan we even naast mijn andere emerald generator plaatsen. Nou, trouwens, ik wil deze boven hebben netjes, net zoals die andere. Hier, deze gaan we gewoon eventjes hier... Gaan we hem erbij plaatsen zoals dit. Hoppakee, netjes. Hakken we deze boom even om. Oké, nu moeten we dus wel weer sparen voordat wij de volgende waterbreeding potie kunnen kopen. En die kost 15, dus dat duurt nog wel heel eventjes, want we hebben op het moment 0 emerald. We hebben nu wel een nieuwe emerald spawner hier staan. Maar ja, dat gaat dus nog wel even duren. Dus ik denk dat we voor nu maar die kant op moeten bouwen. Want ja, ik kan nog steeds geen boot craften. Ik denk dat ik maar gewoon moet gaan bouwen. Zwemmen gaan we overduidelijk niet redden. Dat zagen jullie net. Dus heb ik ga allemaal blokken even. Ik ga alles wegdoen. Voor het geval dat ik wel doodga. Alles wat ik niet kwijt wil raken, zeg maar. En dan alleen blokken meenemen. Overal waar ik mee kan bouwen, gaan we gebruiken om te bouwen. Hout kunnen we slabs van maken. Dat scheelt weer heel wat.
Die kunnen ook slaps maken. Hier hebben we nog... Oh, dit redden we wel. Dit redden we wel, jongens. Nou, laten we een klein bruggetje maken. Daarheen gewoon. Zo, we gaan het zien. Misschien kunnen we dit pad dan ook even... Het ziet er alleen niet uit, maar misschien kunnen we het wel mooi maken. Weet je, dat we gewoon altijd heen en weer kunnen lopen als we willen. Dat we niet vastzitten op ons eiland. Dat zal al heel wat zijn. Kijk, wat het ding is... Ja, ik ga deze houden hier, jongens. Dan maken we hem 2 of 3 breed, dat hij er ook wat mooier uitziet. En laten we hem daarheen lopen. Dan maken we daar gewoon een biertje van. En laten we hem ook naar dat eiland daar lopen. En dan staat daar difficulty normal. Dus er is daar iets gaande wat gevaarlijk is. Dus ik denk dat ik liever eerst nog heel even naar de boot toe ga. Ik denk dat dat veiliger is op het moment. Eindelijk een keertje naar deze boot. Ik ben zo benieuwd wat er in deze boot te vinden is, jongens. Ik kijk er al zo lang naartoe gewoon. Althans, eigenlijk maar 2 afleveringen, 3 om precies te zijn. Maar evengoed ben ik gewoon echt heel benieuwd wat hier te vinden is. We zijn er. We zijn er gewoon. We zijn er. Oh nee. Oh nee. Oh, dat meen je. Dat mee, kom hier. Hier, kom hier. Kom hier, jongens. We moeten vechten. We moeten vechten voor ons leven, voor deze boot. Spannen die nou gewoon hier of... Oh, er is een spanner. Ah, oké. Okay, wat doen we hiermee? Ik plaats er even een blok op, dat hij het even niet meer doet. Even een slap, zo. Misschien doet hij het dan niet meer. Wat hebben we hier voor loot? Oh, we hebben hier een iron generator. Oké. Okay. Iron nuggets, dat is goed. We hebben wat cobblestone, wat ijzer, wat hout en een iron dagger. Oké, okay, dit is een normaal... Sneller dan een zwaard. Oké, okay, dit is... Wauw. Oké, okay, deze blijkbaar dus extra... Oh jee. Oh jee, we gaan hem testen. We gaan hem gelijk testen. Mijn nieuwe zwaard, jongens. De Iron Dagger. Wat doet hij? Oh, ik kan je veel sneller mee slaan. Of zo. Ik denk het. Geen idee. Ik ben er blij mee. Wat hebben we in deze barrel? Oké, okay, seagrass. Dan hebben we hier visjes. Die nemen we mee. Dan hebben we hier voorop nog heel wat barrels staan. Hierin zitten ook visjes en seagrass. Hierin zitten ook visjes en seagrass. En een redstone generator. Die is nieuw. En dan hebben we nog meer visjes en seagrass. Ik ben redelijk blij met wat hier allemaal gebeurt. Dus ik ga jou even vermoorden. Zo, hoppakee. Oh jee, nu heb ik bad omen. Oh, nee, als ik dan bij mijn villagers kom, gaat er een raid starten waarschijnlijk. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Stop! Ik ga het slopen. Ik wil jullie helemaal niet hebben. Ik ga het slopen nu. Hier, weg ermee. Dat had ik eerder moeten doen, dat slopen. Oké. Okay. Nou, dan hebben we deze hele boot hebben we geloot, denk ik, hè. Ik denk, of is er nog een... Nee, er zal niet een verdieping hieronder zijn waarschijnlijk. Nee, dat was het. Laten we dan weer afstappen hier. Oenk, hoppakee. Gaan we even met mijn nieuwe spulletjes gaan we veiligstellen. Via dat mooie pad, de mooie brug die we hier hebben. Ik zie nu trouwens pas dat ik mijn piratenoutfit aan heb. A few moments later. Zo, dat is beter. Weet je wat ik ga doen? Even een kist maken, hier. Plaats ik gewoon even hier op een kist. Gaan uiteindelijk toch naar beneden. Hier ga ik gewoon even mijn tools en armor in plaatsen die ik allemaal heb. Want ik heb zo belachelijk veel tools en armor op het moment. Dan is het op zijn minst een klein beetje gesorteerd, weet je? Al is het maar een klein beetje. Dat is beter dan niet. Blijkbaar hebben die eilanden allemaal van die speciale wapens en zo. Met hele speciale dingen erop staan. Zo'n zwaard wat ik nu heb is gewoon echt een best wel bijzonder zwaard. En we hebben een banner. Die banner kunnen we nu als trots hier plaatsen. Zo, kijk, dat is een leuk plekje voor de banner. Zo, dan hebben we hier mijn tools. Dan wil ik hierboven wil ik eigenlijk alleen mijn oars hebben. Zo, nou dan hebben we een beetje gesorteerd. Klein beetje maar. Goed, dan heb ik nu een nieuwe iron generator en een nieuwe coal generator. Of nee, redstone generator zelfs. Oké, okay. Enig is dat de ruimte hier een beetje op begint te raken. Dus laat ik even wat hout hakken hier, zodat ik hem op een blok kan plaatsen. Uiteindelijk zei ik ook in de vorige aflevering, wil ik hier niet hout onder hebben bij de ijzer, maar gewoon daadwerkelijk ijzer. Zo. En zo te zien werkt deze spanner werkt niet hier. Ik denk dat het niet de bedoeling was dat ik hem zoals dit heb geplaatst. En nu is hij weg. Oh, helaas. Nou, het goede is dat ik op zijn minst nu gewoon langzaam aan het sparen ben voor de goede blokken. Kijk, hier kunnen nog twee coal generators komen. Hier nog 2 ijzer generators. En dan beginnen we hier met de redstone generator. Hoppakee. Toortje er weer bij. Ja, dat begint leuk te worden, die generators hier, jongens. Begint ook nuttig te zijn nu. Ik moet zeggen, ze droppen namelijk al heel veel goede loot gewoon de hele tijd. Gaan we weer even slapen, zodat het de volgende dag is. Goed, dan denk ik dat ik dat eiland voor de volgende aflevering bewaar. Want we richten even mijn ogen daar op die prachtige diamond. Die moeten we hebben. Die moet ik hebben. Ik wil die diamond hebben. Echt waar. Alleen ik twijfel of ik genoeg blokken heb. Laten we die slabs hier meenemen om eventjes een pad er naartoe te maken op zijn minst. Nou, weet je wat? Dan kunnen we vast een brug richting dat maken. En dan halverwege laten we hem even afslaan daarheen. Want ik denk dat we in een van de volgende afleveringen ook gewoon naar dat eiland daartoe moeten. Kijk, zo. En dan voor nu gaat het pad daarheen. En nogmaals, jongens, dit wil ik uiteindelijk wel mooie bruggen hebben. Dit moet er uiteindelijk uitzien als mooie bruggen. Oké, okay, dan zijn we hier. Dan gaan we nu even omhoog bouwen. Ik hoop dat ik hier genoeg blokken voor heb. Nou, vast wel. Waarschijnlijk redden we dit net aan. En uiteindelijk deze lelijke toren die ik nu bouw, jongens, die ga ik zo meteen gelijk weer weghalen. Want dit ziet er niet uit. Kijk, dit kunnen we nog tot normaal hout. Ja, dit redden we. Ja, 100% redden we dit.
Ik zag wel alleen een skeleton hierboven staan. Daar moet ik even voor oppassen. Is die er nog? Nee, die is weg. Die skeleton is weg. Oh, wat doe ik trouwens? Ik moet er niet op. Ik moet eronder. Ik heb jou nodig natuurlijk. Ik moet er helemaal niet op. Dan gaan we, jongens. Komt die 3, 2. Ach, trouwens, dan kunnen jullie het zien. Zoals jullie zien, jongens, is er een missie genaamd. Waar is hij? Hier. Mine of Find Diamonds. Dat willen we zeker. Komt die. Hoppakee. De Diamonds missie is behaald. Is er niet toevallig stiekem nog meer of zo? Dat hier verborgen wordt. Even kijken. Ik denk het niet. Ik denk dat we dit hele eiland wel... Ja, we hebben dit eiland wel. Nou, hoppakee. Helemaal prima. Ja, er zit daar nog wat ijzer, maar dat maakt me niet zo veel uit. We hebben van die ijzergenerators, dus laten we dit gelijk weer allemaal slopen. Oh, wacht, jongens. Nee, waarom heb ik nou geen bucket bij me? Ik moet ook nog steeds die missie halen dat ik alle soorten vissen in een emmer doe. Alleen ja, vissen zwemmen in het water. En laat nou eens net toevallig zijn dat het water giftig is. Dat maakt het echt heel moeilijk om vissen in een emmer te doen. Dat het water giftig is. Oh, dat had ik moeten doen toen ik net onder water kon ademen. Dat had echt perfect geweest. Nou, we hebben een diamond, jongens. Ik ben heel blij met deze diamond. Ik berg hem gelijk. Donk. Mooi op. Ah, er zijn hier nog meer missies, jongens. Oh, ik dacht dat dit alle missies waren. Maar je hebt ook nog bonusmissies. Bouw tot de build limiet, vermoord de Wither. Wek de Ender Dragon tot leven. Behaal alle challenges en vind een boot. Die moet ik echt hebben. En we hebben hier nog meer missies. Oh, dit zijn... Nee, laat maar. Dit zijn... Nee, dit is niks. Vermoord 15 drowners. Oh. Oh, mijn god. Volgens mij zit ik echt op de 13 of zo. Als ik denk ik nog 2 had vermoord, had ik waarschijnlijk deze missie ook gehaald. Of misschien moet ik daarvoor eerst de Fisher Mission halen. Dat zou ook nog eens kunnen. Nou, weet je, ik ben in ieder geval hartstikke trots op de progressie weer deze aflevering. We hebben even onder water gezwommen. We hebben de zeebodem bereikt. We hebben dat schip daar bezocht. Er zijn nog zoveel eilanden die we moeten bezoeken. In de volgende aflevering gaan we dat eiland daar bezoeken. Dan gaan we ook nog... Hé, kijk, de redstone die werkt. Hoppakee. Nice. Gaan we ook kijken wat er allemaal nog meer... Er zijn nog zulke mysterieuze eilanden overal, jongens. Er zijn zoveel dingen die nog bezocht moeten worden. Ik ben ook benieuwd naar die daar. En daar en daar. Er zijn nog echt heel veel dingen. Maar voor nu, jongens. En dames. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook zeker even niet te abonneren. Vond je het nou zo leuk? En denk je echt, jeetje, wat een leuke serie. Kijk dan ook even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nou nog niet gezien? Dan moet je hem nu even kijken. Dan snap je namelijk iets meer over de serie. Als je deze ook gezien hebt. En dan nu spreek je later. Graag zo'n water. Tot de volgende keer.